Brabos erfgoed, dames en heren, in de westelijke wijnstreek. Ja, dat is heel gat. Laat dat regelmatig zien aan de buitenwereld. We moeten ook niet vergeten dat de andere kernen dat natuurlijk ook hebben. En wat dachten we dan van Stijn en zijn omgeving? En dan heb je de Verijlse en Wermend en Berg enzovoorts. En ook daar is vuil mooi erfgoed. Weer gewoon in een kleine serie proberen er door een aantal uit te lichten. We gaan ze echt niet allemaal doen, dat wordt gewoon veel te veel. Maar we gaan er wel een aantal uitpikken waarvan we zeggen ja. Dat is zeker de moeite waard. En ik zit hier op mijn hurken en ik zit hier voor een prachtige Mariakapel. Kapelle Nood, zeggen ze hier in Steen. En ja, daar gaan we dadelijk alvast eens mee beginnen. Als het gaat over erfgoed gemeente Steen. Nou, om dat allemaal een beetje duidelijker te maken wie dat met dat erfgoed staat, gaan we door steeds mensen vervolgen die er ook veel verstand van hebben, die er veel van af weten. Bij de kapel hebben we Jan Smits gestationeerd. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Ja, we staan hier bij een kapel die eigenlijk al heel erg oud is, maar ze is eigenlijk nog ouder geweest. En dat bedoel ik met, al in 1400 is die al gat geweest. Hè? En zelfs nog eerder. Meent men om tot deze kapel, oorspronkelijk is die toegewijd aan een paar heiligen, Kilianus en Richardus. En als je dan terug gaat kijken in de stukken wat hier en daar allemaal in de archieven in Limburg en ook in België zit, dan komt ze zo tussen 1200 en 1400 uit. Dus die kapel is eigenlijk veel ouder als men nu denkt. Ze is dus al zeg maar in de middeleeuwen gebouwd. Na verloop van tijd werd men ze toch ook weer moeten afbreken. Men ze moeten gaan afbreken om het doodeenvoudige feit dat die twee heiligen, hoe ik het juist overhoud, de Kilianus en de Richardus, die verdwenen eigenlijk uit de belangstellingen. Daar komen andere heiligen voor in de plaats. En dat betekent dat de oorspronkelijke kapel verbrokkeld is. Helemaal de mensen hebben de toegang daartoe niet meer genomen. En dat betekende dat op een gegeven moment hebben ze dus de zaak afgebroken. En er is een nieuwe bestuur gekomen. Die heeft dus deze kapel opnieuw gaan opbouwen. Maar je moet je voorstellen, voordat dat gebeurde, was deze kapel die was eigenlijk de eigendom van de kasteelheren van het kasteel Steen, wat hier een paar honderd meter meer deze kant op ligt. En die hebben oorspronkelijk dus die nieuwe kapel gaan bouwen. En dat was ook een rectoraat, een eigen rectoraat. Dus dat betekende uit de inkomsten van de kapel, dus de lui wat dat kersen en giften afgoven, koos dus de rector die hier verzorgd, koos in zijn levensonderhoud voorzien. Toen dus die belangstelling van de Kilianus en Richardus achter de rug was, is dus dat rectoraat verdwenen. De kapel is opnieuw opgeboet, maar overgenomen dus door de parochie Steen, door de toenmalige pastoor, die dat zaken opnieuw werd opgeboet in de vorm zoals wie we hem nu hebben gezien. Dat betekent opgeboet met bakstenen, afgewisseld dus met mergelstenen. Ja, en dat maakt hem inderdaad natuurlijk bijzonder. De binnenkant is natuurlijk ook mooi. Hoe gaan ons binnenkie? Nou ja, we zijn aan de binnenkant van de kapel gekomen. Als je ons even van links naar rechts wilt meedelen, wat zijn voor allemaal? Nou, wat je ziet is wat ik moeten al gezag heb, dat de kapel dus niet vierkant is, maar achtvorming. En dat zuste nu beter als de binnenkiks. Want dan zuste dus die kleine korte hoeken hoe die ramen inzitten en dat is helemaal rondom. Wat je verder ziet is aan de linkerkant de beeldenis van de heilige Richardus en aan de rechterkant de andere heilige Kilianus. Denk je ook een kruisbeeld in de kapel? Ja, het is een katholieke kapel en dat betekent ook dus dat er dus een kruisbeeld in hing wat bij de laatste restauratie van de kapel, waarbij tot het Mariabeeld wat je daar in het midden ziet, gerestaureerd is en nu dus de huidige vorm met de huidige kleding wat ze heeft, toont. De kapel is vroeger, zat er geen communiebank in, hè. Die is later gekomen. En normaal gesproken stonden er hier altijd een hele hoop bidstoelen waar de mensen zich in kunnen zetten en als ze een kerstje opsteken, dan kunnen ze dan ook een gebedje prevelen. Tot die heel veel
mensen op bezoek komen om een kerstje op te steken. Dat kent je Nederlijn zijn en de lui wat nu weer even naar binnen komen. Maar zeker ook aan de aantal kersen wat hier staan. Hij zegt dat gewoon vergelijken dus met de kapel van de Sterren der Zee in Maastricht en de kapel in het Zand in Roermond, dan werd deze kapel eigenlijk bij de top 10 van kapellen hier in Limburg qua bezoek en kersen wat er opgestoken werden. Ondanks dat we menen dus dat het katholicisme, het geloof, tot dat aan het minder werden is, als je hier naar de kapel komt, dan zien ze tot dat voor heel veel lui, zowel jong als oud, niet geldt. Die weten allemaal hier de weg te vinden. Jan, als vertrek ik naar de kapel in de middeleeuwen, dan vult me de deks op. Maria is de hoofdfiguur in de kapel. Hier ook heel duidelijk vanaf het moment dat die kapel dus opnieuw gebouwd is. Pas geleden is ook nog eens dat 250-jarig jubileum gevierd. Ja, zo lang is het al een Maria-kapel. En de kapel heet Maria in de Noord. Met de oude Lievenstein dat noemde dit de kapel in de Hanekraak. En waarom in de Hanekraak? In de ochtenduren, als de zon opkomt, dan viel daar het jetste leeg. En wanneer het jetste leeg viel, dan waren we de Hanekraaien. Nou, voor alle kapellen die heel oud zijn en een heel grote waarde hebben voor de lui, zo heet deze kapel ook een waarde waarin tot sages, legendes tevoorschijn komen. En een daarvan is dat je kindje in de buurt heel ernstig krank geworden is en eigenlijk al wordt opgegeven. En dat was in de jaren 40. En dat kindje dat zag, als de haan kraait, dan werd ik beter. En inderdaad, ze heeft de haanwerk kraaien en ze is beter geworden. Dat is een van de legendes van deze kapel, wat in 1947 op papier gezet zijn door een priester die een boek heeft geschreven over allemaal die bijzondere dingen aan kapellen in onze provincie Limburg. En heel veel lui vind je toch hier die steun die ze nodig hebben. En dat zit je aan de aantal kaarsen nogmaals wat je hier ziet staan. Vanuit de kapel zijn we zo'n 50 meter de berg afgelopen en vervolgens links afgedoken ben door het struweel, door een, ja, over een trapje waarvan ze kunt zeggen, nou, wel een beetje oppassen geblazen hoor, want het is nogal ongeliek en het is nogal wat afgebrokkeld. Maar dat is toch wel de moeite waard om dat dan toch wel te doen. Want komt ze dan beneden? Nou, dan komt ze dus in het, ja, eigenlijk in het gedeelte waarover de zon put tegenkomen. De zonput is het gebouwtje wat je hier achter me ziet en ook daar kent Janus wel weer het een en ander van vertellen. Nou, zoals gezegd, we zijn bij de zonput. Jan, als we van hier uit kijken, die zonput, ja, ooit hadden we hier mooi helder bronwater. Ja. Ik zal het even vertellen en alleen geeft dat vreugde dan nog net iets weer terug als het bestaan van de zonput zelf. De jaren 1800, zeg maar, was dit hier voor de inwoners van Stein de wasplek. Voor de dames die hier de was komen opspulen. Hier waren in de helling, en dit is een helling van de vroegere Maasoevers. Hier zitten een aantal bronnen in dit gebied. Waarvan tot deze bron, de Zonnepoets, dat dat de eerste bron was waar heel wat water uitkwam. Wat de vrouw gebruikte om de was te doen. We spreken dan hier over twee bronnen wat hier in die helling zaten. In 1921, toen zijn de paters in Stein, die zijn het missiehuis komen kopen, wat destijds de bijgebouwen en het oude kasteel was van de toenmalige kasteelheren van Stein. En die paters hadden zuiver water nodig. En omdat die toen er tijd nog een waterleiding was in Stein, moesten ze dus dat water halen, uit putten, etc. De paters hebben zich laten invallen om het water van die zonput te gaan gebruiken. Want die zonput bewaarde ook tot het gebied van de paters. Dat hadden ze met overgekocht van die kasteelheren. Die hebben toen gezegd van, ja, die mensen van Stein, die moeten wel de was kunnen doen. Wat zouden we gaan doen? We gaan daar een gebouw omheen maken. En vanuit dat gebouwtje leggen we dan een lode leiding.
naar het kasteel en daar pompen we het op. Nou, en een grote vat, waardoor dat weer gelegen hebben voor water, voor ons te wassen, voor te eten, te koken, etc. De Luvenstein die dachten toen ze hiermee bezig waren, hey, we komen straks niet meer aan dat water. En die zijn in die periode dat dat gemetseld is, zijn die een paar keer hier geweest en hebben ze dat omgestoten. Toen heeft men toch maar eens heel duidelijk aan die lui gaan vertellen dat ze niet bang hoefden te zijn voor dat ze geen water meer hadden. Want alle water wat niet door die lode pijp kwam, dat kwam hier gewoon onder de moer door in een bijksje en kwam dus neer in de toenmalige bedding van de Ur, want dat kan we reuven. Dus de zonneput, die twee bronnen, is gewoon een onderdeel van de Ur. Nou, toen dat gebeurd was en de lui dat begrepen, hebben ze dus dat bouwwerk ook in rust gelaten. En zin kan ik doorgaan met water te pakken voor te wassen. En dat waswater liep dus via de Ur richting de huidige fontein. Wat vroeger een watermolen was. Nu is het wel zo, als ik hier nu in die zonput kijk dan, en ik loest er naar die verhaal, dan kijk ik natuurlijk van, hé, hey, ik zie geen water. Nee, die is al heel lang droog. Die is al heel lang droog en ook daarbij is weer een geschiedenis. Een geschiedenis waar ook weer wat twijfels zitten. Bij de aanleg van het Julianekanaal, wat begonnen is in 1925, is dat gestart. Toen heeft men de Scharberg onder andere gewoon doorbreken. En bij dat doorbreken van de Scharberg zijn dus ook waterlagen doorbroken. Wat vermoedelijk de oorzaak zijn dat het water van de zonput is komen stil te liggen. Maar is iets wat voor bijvoorbeeld ook in een hallingbos, in Eilse enzovoorts komen, in bergjes eigenlijk in een totaal andere loop zijn gaan lopen, omdat het kanaal daar is gekomen? Nu wordt het zo dat in de jaren 80, dacht ik, toen die bron dus al lang niet meer gebruikt was, toen ontdekte een man van het IVN, Harry Dassen, die is inmiddels een jaar geleden gestorven, die ontdekte dat er weer water uit die put begon te lopen. Het was vochtig en hij zag het zelfs lopen. En op hun zijn initiatief, in samenwerking met het IVN van Stijn, zijn die dan de gemeente gestapt en zeggen, hey, we krijgen weer water uit de put, dat is tijd dat we daar aan gaan doen. En de gemeente heeft met samenwerking van dat IVN en dus de grote man Harry Dassen zelf, hebben zich hier moeite gedaan om allemaal dat rotsje uit die put te halen. Die moer die waren helemaal verdwenen in de loop der jaren opnieuw te metselen. Die beek toegang te maken en te stroomde water. De gemeente zat een bank dan neer, die is inmiddels ook alweer verdwenen. Die hebben trappen aangelegd en daar vloeide water rijkelijk uit. En het was zwaar van tot de zonput feestelijk is in gebruik is genomen door de besje van Stijn. Dames die de ouderwetse klederdracht van Stijn nog in leven houden. En die hebben hier toen op ouderwetse manier hier de wes gedaan. Daar zijn talloze foto's van gemaakt. En waardoor dat iedereen dacht, och, we hebben weer het Jel Schwans terug in Stijn. Die kapel waarvan net waren, die had een hele duidelijke functie. Nog altijd, gelukkig dan maar. Dit hier is eigenlijk gewoon een stukje restant waarvan men zegt, functie? Nee. Nee, het heeft geen functie meer omdat er totaal geen water meer goed komt. Maar in de periode dat dat dus opnieuw gerestaureerd is en dat water een tijdje lang gestroomd is, toen is men een paar jaar daarna in het parkeerreind is men nieuwe waterleiding gaan leggen. En de waterleidingsmaatschappij wat dat heeft laten liggen, kwam toen ook erachter dat er bewaarlijk lekkages in die oude waterleiding zouden. Mijn persoonlijke mening, je zult ze nergens vinden, maar het is wel gek, vanaf dat die waterleiding dus gerepareerd wordt, is binnen een paar maanden wordt het afgelopen met het water. Dat is een beetje jammer, maar die nostalgische waarde, die heeft ze toch heel lang behouden. En we zien dat onder andere in een liedje wat gemaakt is door, en gezongen is door Wim Steijnen. Die heeft een liedje gezongen over de zonput en dat heette van kom met naar de zonput. En dat is in de Steijnen Revue is dat destijds voorgezongen. En waardoor dat die nostalgie nog eens heel goed tot leven komt.
om verder te gaan met ons verhaal hebben we de zonput achter ons gelaten. Letterlijk en figuurlijk van waar je hier staat achter mij. Je ziet achter mij een behoorlijke grappel. Die gaat over een volledige lengte vanaf de zonput. Loopt die hier eigenlijk langs het oude kasteel waar de paters vroeger zaten enzovoorts. Dat gebied, daar loopt die grappel langs en dit is eigenlijk de bedding van de voormalige Ur. De Ur die, zoals Jan al vertelde, droog is gevallen. Daar loopt dus geen water meer door. Nou, ik heb ik zo even verteld hoe de Urg onder de weg doorloopt bij de parkeerplaats van de paters. Maar voorheen komt dat water hier aan deze wei uit. Die wei, ja, dat was vroeger geen wei, dat was een viever. En in deze viever, daar had de molenaar hierachter natuurlijk ook nodig om zijn water vandaan te halen. Dat water, ja, dat is er niet meer. Men heeft dat allemaal met zand, kiezel enzovoorts toegegooid. En heeft later ergens in de molen weer een nieuwe viever gemaakt. Nou, de voormalige viever, daar loopt dus hier, zeg maar, onder dit weken. En daar lopen nu heel veel kippen. En eenden en allerlei andere vogelgespeuzen. Die vind je dat allemaal best wel aardig hier. Nou, als we dan achter de brouwerie terecht zijn gekomen, dan komen we op de plek waar ooit eens een keer die watermolen gestaan heeft. Ja, ik zeg ooit een keer, want de beelden die je nu ziet, en kijk je naar een moer, en er steekt van alles tegenaan enzovoorts. Maar de schepraderen, dat hele gedoons, dat is er allemaal vanavond, dat is allemaal weg. We zullen het aan de hand van foto's moeten gaan proberen om het dan in ieder geval voor u dan toch nog in beeld te brengen. En dan hebben we door met ogen een keer het einde bereikt voor deze reportage in van een klein stukje uur gevolgd hebben en waarin voor bij de zonput waren, bij de kapel en voor zijn geëindigd bij de fontein.